Hey, hallo iedereen. Ik ben vandaag gestart samen met mijn echtgenoot met een 21 dagen challenge. Dus hoe cool is dat niet dat je dat met je partner kunt doen of met je gezin in het algemeen. Dus dat is altijd fun, hè. Dus wij doen dat ook nu met een heel team en zo dat gestart zijn met een 21 dagen challenge om toch zo op die manier een betere versie van jezelf te worden. En waar je er ook van versteld zou staan wat je eigenlijk kan bereiken op 21 dagen. Dus ik heb zoiets van, ik ga ook 21 dagen geen brood eten, omdat dat ook iets is waar je zo wel wat van opzwelt. Het zijn niet altijd de juiste koolhydraten dat erin zitten. Maar ik heb goed gevonden en gezocht en gevonden, wil ik zeggen. En ik heb iets gevonden dat we eigenlijk een proteïnebrood gaan maken, maar dan zonder bloem. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb 300 gram gewoon witte quinoa genomen. Ik heb dan een hele nacht laten onderstaan in water. Dat die goed mals zijn, dat we die zelfs kunnen bereiden. En ik heb ook nog chiazaad genomen, ook 60 gram chiazaad. Dat moesten we ook in water oplossen. En dan gaan we dat nu, heb ik dat al uitgegoten in zo'n vergietje. Ik ga dat even laten zien. Je zou denken van, oeh, wat is dat? Dus zo ziet dat er dan uit na een nachtje weken. Dus ik heb dat gewoon in een katoenen handdoek in zo'n vergietje gedaan. En dan kun je dat goed uitnepen. Dus dat is een extra tip dat ik je geef, dat je niet moet beginnen sukkelen van hoe ga ik dat hier doen. Was ook last minute dat ik daarop gekomen ben, dus ik zou zeggen probeer het een keer. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Een blender en we gaan dat er allemaal in scheppen. Dus je gaat zien dat dat wel even een jobje zal vragen. Voor dat allemaal een beetje, die quinoa dat gaat vrij vlot. Die chiazaad dat is precies zo'n pudding geworden. Dus dat is wel een andere structuur. Dat moet ik wel zeggen, maar dat wordt dus ons brood. Er zitten massa's vezels in. En als je er eigenlijk een stukje van zou afsnijden, ik ga het dus even een keer zeggen hoeveel suikers, hoeveel calorieën dat dat bevat. Dus je zult ervan verschieten hoe weinig dat dat zal zijn. En je bent ook langer verzadigd. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dus ik ga eens zien of ik dat niet op een ander maniertje kan doen. Dat dat iets sneller gaat. Ik ga mijn pot anders even hier zetten. En dan ga je even mee kunnen volgen als ik deze opschuif. Voilà. Voilà, perfect, hè. Dus we kunnen een beetje zien hoe dat er moet uitzien op het einde van de rit. Dat is zo brood op basis van quinoa en chiazaad. Dat kan ik. Allee, ja. Ik ben echt benieuwd naar de smaak. Maar ik lust het sowieso al allebei. Dus dat is voor mij wel al een meerwaarde. Dus als je niet graag quinoa of. Kun je ook altijd een alternatief kunnen opzoeken. Waar je er eventueel weer in de plaats kunt nemen. Hè. Voilà. Dus je ziet, dat is toch nog een massa geworden. Ik vind zo die chiazaadjes, dat lijkt zo'n beetje op caviar als je dat open doet. Dus na dat weken, dus eigenlijk, ik vind dat toch. Dat is zo een blubberige massa een beetje. En dat is zo een beetje kleven dat dat doet. Dus dat is eigenlijk onze chiazaad met quinoa. Ik maak ook ondertussen altijd fotootjes dat jullie ook de stapjes kunnen zien. Hoe dat het er eigenlijk een beetje moet uitzien als je dat allemaal die stapjes hebt gedaan. Toch een extra tip. Dus ik ga een keer zo'n fotootje maken. Voilà. Dus wat gaan we er nog bij doen? Dus we hebben onze 300 gram quinoa, we hebben onze 60 gram chiazaad. We gaan er 125 ongeveer, nee, wacht, 250 milliliter water bij toevoegen. Dus we denken weer water. Ja, oké, dat is nog iets apart, dat is nieuw water. En dan gaan we er 60 milliliter olijfolie bij doen. Dus op zich valt dat nog goed mee. Hè? 60. Dus goed afmeten. Ik heb dan juist dat zo dat kleinste chupje gepakt. Maar dat is niet erg, hè? Dat duurt even. Maar ik vind dat zo'n handig doseerflesje. Ook goed voor zo te dresseren op. Ja, carpaccio of zo. Dat is altijd fijn. Zo'n fijn straaltje. Dus 60 milliliter.
ook aan toevoegen. Wat gaan we daar nog bij doen? Een halve theelepel bakpoeder. Ik hoor jullie al zeggen, bakpoeder, oké. Bestaat er niks anders voor? Tuurlijk bestaat er iets anders voor. Dus ik pak altijd deze, bicarbonaat. Iets gezonder. Dus daar gaan we dan ook een halve theelepel van toevoegen. Even kappen. Dat is ook zo'n fijn. Voilà. Een halve theelepel. Nog een beetje bij, want het was volgens mij geen een halve. Voilà. Dat gaan we er ook nog bij doen. En dan gaan we er ook nog een half theelepeltje zout. Gewoon fijn keukenzout. Je kunt dat ook met zeezout doen. Dat kiezen ze zelf. Voilà. Wat gaan we er nog bij doen? Onze PPP, dat is onze extra eiwitten dat we gaan toevoegen. Ongeveer 4 porties. Dus we gaan er 4 lepeltjes van in doen. Oei, ik heb hier het verkeerde gepakt. Hè. Dat kan gebeuren. Ik ga even over naar mijn andere. Voilà, dus dat is onze PPP, proteïne extra. Dus dan gaan we de achterkant van onze lepel gebruiken. 4 porties. Ja, dat stuift wel wat, dus zijn heel voorzichtig. 2, 3 en 4. Voilà. Dus dat is de volgende. En dan gaan we nog een citroen nemen. We gaan die even masseren, dat die sappen goed loskomen. En dan gaan we een halve citroen ervan bij doen. Dus ik zou zeggen, steek je hand eronder voor de pitjes. Dat ze toch het zuurige er een beetje in. Dat mag. Kan niet slecht zijn, hè. Voilà. Oké. Dus dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. Dus ik ga daar ook nog een fotootje van maken. Hoe dat er een beetje uitziet. Maar dan op de zijkant. Dus nu gaan we dat gewoon de blender op. 3 minuutjes goed mixen. Het is de bedoeling dat alles goed gemengd is. En dan ga ik ook nog zeggen wat je ondertussen kunt doen. Dus 3 minuutjes. Ik heb een timer erop staan, dus die telt voor mij. Super handig. Maar met een
zich voor een brood te bakken. En ik ga nog even meedelen. Dus het is eigenlijk voor 12 porties dat je maakt. Dus als je dit eigenlijk bekijkt en je snijdt in 12, dus ideaal. Dus meet het een beetje uit welke vorm dat je hebt. Je verdeelt dat in 12 gelijke porties. En dan kan ik u vertellen, het is 6 gram proteïne. Ik ga het even meespieken. 148 calorieën maar. En dan heb je 4 gram aan vezel. Dus je gaat lang verzadigd zijn zo met één stukje proteïnebrood. 8 gram maar aan vetten. Dus dat is vrij laag. 14 gram aan koolhydraten en maar 2 gram aan suiker. Dus eigenlijk wat verhouding. Dus je gaat heel snel verzadigd zijn. En heel lang verzadigd zijn. Je gaat er ook minder van kunnen eten dan bijvoorbeeld een boterham of iets anders natuurlijk. Dat is eigenlijk ook de bedoeling, hè, van heel het concept. Dus ik ben wel benieuwd. Amai. En eigenlijk ruikt dat wel lekker. Ik ga er ook een fotootje van maken. Dat gaat mij perfect lukken. Voilà. Ik ga ook nog een foto maken van de vorm. Welke vorm dat ik daarvoor gebruikt heb. En dan gaan we dat er gewoon in gieten. Dus ik ga jullie even laten meekijken. Zie je? Er gewoon in gieten. Het is eigenlijk nog vrij veel, hè, die massa. Je ziet dat nog. Het even draaien. Een beetje uitschrapen. Oh, ik ben zo benieuwd naar de smaak straks. Dus ik ga dat eten met een, zo één sneetje met een tasje verse soep. Verse pompoensoep. Daar ben ik zo zot van. Daar heb ik ook extra cayennepeper en zo in gedaan. Om toch dat spicy touchje eraan te hebben. Voilà. Dat is eigenlijk, ik kan het niet te schuin houden, zie je? Maar zo moet het er eigenlijk uitzien. En dat gaat nu 1,5 uurtje in de oven. Als ik mij niet vergis, op een hete luchtoven gaan we nu naar 145 zetten gedurende 1,5 uur. Dan, als je dat uit de oven haalt, ga je niet direct die vorm daaruit halen en ergens neerzetten. Nee, je pakt de vorm eruit en je zet dat nog even op je aanrecht of zo, op een lapje. 30 minuutjes vooraleer dat je dat er gaat uithalen. Dat dat nog even kan verder garen en ondertussen ook op temperatuur naar beneden brengt. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer. Ik ga een fotootje posten als hem gebakken is. En dan maak ik er een collage van. En dan, laat het mij gewoon weten wat je ervan vindt. Ik zou zeggen, heel veel succes. Ben je er graag bij de challenge? Dat kan nog. Je kan nog aansluiten. Of op een van onze volgende challenges. Oké, dadah!